we all move with the same crowd. No need to lie, cause we all try to figure it out. Don't get hooked on the hype now. Don't get hooked on the hype now. Oh, oh. Hoi hoi, wij zijn Sarah en Julia en we zijn hier vandaag voor onze cover shoot van de DJ Girls. Mega cool en wij gaan vandaag wat levensvragen beantwoorden. Let's go! Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Ja, maar kom op, er is te veel, Saar. Hou op, schei uit. Laat me even nadenken. Jij kan ook ondertussen nadenken. Ben jij me zo aan het interviewen? Dat is waar, oké. Wat ik het leukste vind aan Jules. Leuk dat je me even interviewt. Wat ik leuk vind aan Jules. Jules is echt een gekkie. En dan denk je, oh ja, we zijn allemaal wel gekkies. Maar Jules is echt een gekkie. Gewoon heel vaak dat ze 's ochtends vroeg, dan zit ze in haar pyjama. Is ze gewoon raar aan het dansen beneden. Of dan is ze gewoon... Dat doe jij ook, hoor. Ik denk dat we allebei wel gekkies zijn, denk ik. Tuurlijk, maar het gewoon in dat opzicht, dat vind ik heel leuk juist van je. Het is een compliment, okay, hè? Thanks, ik ben echt heel trots op Jules. Nu wil ik dit ook allemaal over jou zeggen, want dat is te laat. Zo. Zeg maar, Saar heeft echt zoveel talent. Zeg maar, ze kan echt supergoed dansen en gitaar spelen en zingen en acteren. Zeg maar, het is niet eerlijk dat je zoveel kan. Wat vinden jullie het minst leuk aan elkaar? Oké, nou, dit is een makkelijke. Hier hoeven we niet lang over na te denken. Vanochtend. Begon vanochtend al. Ik vind het fijn om op tijd te zijn bij plekken. Julia daarentegen. Die vindt het vooral fijn om te slapen. Nee, maar kijk, het is niet... Jules, ik ben aan het woord. Ja, ik heb de microfoon. Hoe koud word je dan ineens? Weet ik. Maar het gaat er gewoon om. Jules is gewoon altijd traag en langzaam. En ik weet dat ze er weinig aan kan doen, want Jules slaapt heel diep. Dus dan kan ze niet goed wakker worden. We kennen het verhaal. Ja, maar Saar is gewoon echt een beetje een stresskipje af en toe. Dat is mijn slechte eigenschap. Ja. Een soort van, als we dan 3 minuten of zo ergens te laat zijn. Ja, ik hou ook niet van te laat komen. Maar 3 minuten, Saar, dan word je helemaal een soort van... We hadden ook echt nog een discussie hier om de hoek voordat we hier aankwamen. Dat Saar soort van zei... We zijn echt te laat. Ik zei, Saar, doe maar rustig. Het is oké, inderdaad. We zijn iets later. Maar Saar, als ze moet rijden soms ook, dan heb je een beetje stress met inparkeren en zo. Parkeren is gewoon lastig. Waar hebben jullie wel eens ruzie over? Kleding. Over dat ik iets van Saar pak, wat dan... Van Saar is, dus niet van mij. En dan maak ik daar vlekjes op. Het is vooral het vlekkengedeelte. Kijk, het is oké dat ze een keer wat van me pakt en leent. Ik ben er niet heel blij mee. Maar het feit dat ze dan nog vlekken erop maakt, die er ook niet meer uit kunnen. Hè, dat vind ik altijd wel even vervelend. Wat is jullie favoriete eigen nummer? Ik vind Hooked on the Hype heel erg leuk. Ik vind die ook leuk. Ja, en anders van onze iets eerdere songs denk ik Something Wonderful. We all move with the same crowd. No need to lie, cause we all try to figure it out. Don't get hooked on the hype now. Don't get hooked on the hype now. Oh, oh, oh. We all move with the same crowd. No need to lie, cause we all try to figure it out. Don't get hooked on the hype now. Don't get hooked on the hype now. Hebben jullie een celebrity crush? Ik eigenlijk al best wel lang op Finn Harris en Jack Harris. Dat vind ik heel leuk. Ik vind hen echt leuk. Ook omdat ze documentaires maken en zo. En ze zijn helemaal in de filmmaking. En, heel intelligent en heel erg milieubewust. Ja, ik vind ze gewoon echt leuk. Hij was vroeger, dus dat is een paar jaar geleden, was het Niall Horan. En dat kon ik niet echt loslaten. En ik denk dat ik nog steeds niet echt heb kunnen loslaten. Ook al denk ik van wel. Maar het blijft toch een soort van... Het raakt toch een gevoelige snaar, die Niall. Wat willen jullie nog bereiken? We willen in ieder geval veel nog bereiken. Ja. Ik zou graag, wij volgens mij alle twee, heel graag nog in het buitenland wel in een film spelen. Dat zou ik heel tof vinden. We willen sowieso op Paradiso staan met z'n tweetjes. Saar gaat er nu gewoon voor haar wereld dromen. Ja, dat zouden we echt heel sick vinden als we een keer in Paradiso een eigen concert zouden kunnen geven met band. Welk instrument wil je nog leren spelen? Veel. Ik zou viool heel cool vinden als ik dat echt goed zou kunnen. Ja. Ik ben nu bezig met de mandoline. Die heb ik nu een maand geleden gekocht. En ik vind het heel lastig, maar ik vind het wel heel leuk. Wanneer komt er nieuwe muziek aan? Ja, nieuwe muziek. Ja. Nou, we zijn sowieso nu heel veel aan het schrijven. Dus dat is heel erg tof. En we zijn heel erg bezig met het vinden van onze eigen sounds, zoals je dat noemt. En de zoektocht gaat eigenlijk best wel lekker. Maar we willen onszelf ook wel de ruimte geven om ons volledig te kunnen focussen op de muziek. En niet een tijdsdruk te voelen van nu moeten we gaan uitbrengen. Omdat we dat eigenlijk toch een beetje creativiteit kan tegenhouden. Ja. Dus ik hoop op volgend jaar sowieso.
Wat is jullie guilty pleasure liedje? Maar het ding is ook, ik ken de tekst ook eigenlijk niet, want ik was echt 6 of zo toen dit nummer uitkwam. Ik ken het alleen fonetisch. Wat doe je als je zenuwachtig bent voor een optreden? Ja, dat verschilt is soms echt, soms ben je ineens zo zenuwachtig voor iets waar je denkt van, hoe ben ik nu ineens zenuwachtig? Maar wat doen we dan? Ik drink echt heel veel water de hele tijd. Als ik echt een beetje zenuwachtig ben. Niet heel handig, want dan moet je naar het toilet. Juist voor een optreden. Dus het is, ik zou het niet aanraden aan mensen. Maar je bent wel lekker gehydrateerd. En je hersenen die kunnen goed functioneren. Want hersenen hebben water nodig. Wat is jullie grootste podiumblunder? Gelukkig nooit van een podium afgevallen, toch? Nee. Maar het had wel kunnen gebeuren. Het zijn we wel types voor. Maar wat we wel vaak hebben. Jij had dat laatst nog, vorig jaar. Dat jij dan de verkeerde tekst heel overtuigend zong van een nummer. We deden een soort mashup van allemaal bekende Nederlandse nummers. Ik weet het zelfs niet meer. Oh, wacht. Nou ja, je zong echt wel de verkeerde tekst in ieder geval. En mensen, natuurlijk iedereen kende die nummers. Het waren echt bekende nummers. Dus iedereen was de goede tekst aan het zingen. En Julia Nauta dacht, nee. Ja. Maar toen deed ik ook gewoon dit. Van ja, jullie. Maar ik dacht, ik weet het niet meer. Ja. Hoe is het om samen te werken met je zus? Verschrikkelijk, echt. Ik vind het zo niet leuk. Ik haat het. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is het beste wat je kan hebben. Ik wil worst case scenario zeggen, maar wat is het tegenovergestelde van worst case scenario? Best case scenario. Wauw. We liggen bij deze in de winkel, volgens mij, toch? Zij? Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik zou zeggen, ga hem heel snel halen. Ren naar de winkel, zeg het tegen je vriendinnen en doe een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje omhoog. Ook best leuk. En laat even weten in de reactie wat je ervan vond. Ja, tot de volgende keer. Joe!